daar is Willem met de waterpomptang. De neitang of de combinatietang. Hup, daar is Willem met de waterpomptang. Want Willem is niet dom. Ja, goedemorgen allen. Iedereen die hier ons stoomgemaal bezoekt. Wij gingen uit het oude stoomgemaal, de oude machine. Hartelijk welkom. We hebben nog open dagen in september en in oktober. U kunt komen, u kunt genieten van alles wat de vrijwilligers u laten zien. Het gemaal zal draaien. De stoom komt uit, of de rook komt uit de pijp en de stoom komt uit de zijkant van het gemaal. En als tegenstelling hebben wij ook het nieuwe gemaal, elektrisch. Dat is ook open. Daar zijn mensen van het waterschap Drentse Overijssel Delta die u daar ook alles van kunnen vertellen. Beneden hebben wij ruimte om te zitten voor een kop koffie. Dan kunt u kijken vanuit de Kollert naar het Zwolle, naar de Rijnstad Hagen. Het is hier zo mooi. Kom allen, wees welkom. Museumgids gratis. En u krijgt heel veel te zien en te horen van de vrijwilligers. Dank u wel voor uw komst. Je hoeft het maar te vragen, ja, hoor. Dan staat hij al te zagen. Bijvoorbeeld te kotteren en te boren, de gaatjes in je oren. Ja. Als je maar kikt, als je maar kikt, het is Willem die het flikt. Hoi! Het stoomgemaal Masterbroek, met de bijnaam Dolle Machine, heeft de status van Rijksmonument en stamt uit 1856. Het is het enige nog authentiek werkende stoomgemaal van Nederland. Want Willem weet van wanten, jij vraagt het om mijn klanten. Als je maar kijkt. In 1984 was een grondige restauratie afgerond en werd het opengesteld voor publiek. Met regelmaat houdt men open huis, waarbij alle benodigde werktuigen draaien om het water uit de polder richting IJsselmeer of toenmalige Zuiderzee te pompen. In werkelijkheid is dat overgenomen door het naastliggende elektrisch aangedreven gemaal met zogenaamde wormpompen. De grote schare vrijwilligers zeggen dat het stoomgemaal in zijn eigen aquarium staat te draaien, een gesloten systeem dus. Onderschat de pompcapaciteit van destijds niet, met 390 kuub per minuut, ofwel 6,5 kuub per seconde. De stoomketel heeft twee vuurgangen en een inhoud van 26 kubieke meter water. Op de slagenteller is af te lezen dat de stoomcilinder al ruim 9 miljoen slagen achter de rug heeft. Het gemaal wordt zo goed onderhouden dat je in het hele gebouw maar één plekje tegenkomt waar je stoom ziet. Hij wordt opgestookt tot een druk van 2 bar, wat voldoende is om de stoomcilinder in beweging te krijgen en de grote waterraderen te laten draaien. Willem weet van wanten, jij vraagt het om mijn klanten. Als je maar kijkt, als je maar... Het vliegwiel is in diameter 7,5 meter en weegt 16 ton. De slag van de stoomcilinder is 2 meter en 44 centimeter. Uiteindelijk drijft de machine 1 of 2 schakelbare waterschepraderen aan met een diameter van 6 meter en ruim 2 meter breed. Het klappen kent, een goede vakman tot de met en plichtsgetrouw tot... U hoort het wel, het is techniek van grote getallen. Als u van nostalgische techniek houdt of gewoon nieuwsgierig bent, dan is een bezoek een absolute aanrader. Kijk voor de open dagen even op hun site www.stoomgemaal.nl. De vrijwilligers staan te popelen om het u allemaal uit te leggen. Tot ziens. Als je maar kijkt, als je maar kijkt, dit Willem die het breekt. Hoi! Het is Willem met de waterpomptang, de neitang of de combinatietang. Het is Willem met de waterpomptang, wat weer.